Oké, vraag van de dag. Rudo, ik zou graag op regelmatige basis pakken we een nieuwe vraag van onze klanten op en koppelen we er ook al een reeks tips aan. Vandaag is de vraag waar we onze tanden in gaan zetten. Rudo, ik zou graag begrepen worden en met openheid kunnen communiceren. Kunnen communicatie, het woord is dan niet helemaal juist, maar te kunnen communiceren is eigenlijk het woord. Dat is een waar echt wel heel regelmatig mensen mij over aanspreken. Ook Marjolein, ook Inge, ook Sophie worden daar rond aangesproken. Dat is effectief van die authenticiteit, dat open kunnen communiceren, op een eerlijke manier, uw eigen niet moeten wegcijferen, is een hele belangrijke waar heel veel van onze klanten tegenaan botsen. Nu, daar komt ook ten volle COVID in de picture. Niet voor niets dat ik een enorme fan ben van COVID. En dus eigenlijk zijn er daar een paar aspecten die heel belangrijk zijn en dat je mee aan de slag moet. 1. Ik zou graag begrepen worden en met openheid kunnen communiceren. Begrepen worden, dat start natuurlijk ook met jezelf te ontdekken. En dus op het niveau van identiteit jouw hoogbegaafdheid ten plaats te kunnen geven. Ik heb al een paar blogs en vlogs rond dat onderwerp gemaakt, omdat ik meer en meer ontdek dat eigenlijk hoogbegaafdheid, mensen zijn al niet gelukkig met dat woord, maar naar mijn gevoel is voor een stuk zijn mensen niet gelukkig met dat woord, omdat dat niet mapt op hoe dat ze zich voelen, dus niet mapt op hun identiteit. Daarom is het heel belangrijk eerst jouzelf graag te zien, die kenmerken van de hoogbegaafdheid te leren ontdekken, maar daar ook mee aan de slag gaan en die positief te gaan beginnen inzetten, zodanig dat je ontdekt wat jouw energie geeft, ontdekt wat authentiek jouw krachten zijn, om van op daaruit ook connectie te kunnen maken met anderen. Dus je moet eigenlijk, en dat is ook wat dat in COVID zijn eigenschappen zit, je moet dus van die afhankelijkheid eerst naar die onafhankelijkheid geraken. En daar bedoelt hij mee dat je net op het niveau van identiteit sterker in je schoenen gaat staan. Kunt zijn wie dat je bent, maar op een manier dat je ook connectie kunt maken met de anderen. En dat je wel die eerste drie eigenschappen gaat toepassen. Hè? Dus proactief zijn, hè? Goed weten waar dat je naartoe wilt. En dan ook een stappenplan uitwerken om jouw doelen te gaan bereiken. Maar dan komt natuurlijk die communicatie met anderen. En dat is eigenschap 4, 5 en 6 die daar een enorm rol spelen. En dat is gewoon ook in jouw hoofd. En dat is letterlijk daar ook geloven. Als je in interactie gaat en dus open wilt communiceren met iemand, moet je zelf ook vanuit het principe vertrekken dat je een win-win wilt bereiken. Dat wil dus zeggen dat niet alleen jij jouw doel wilt bereiken en daar rond open wilt communiceren, maar ook dat je wilt dat de andere zijn doel kan bereiken. Dus dat alle twee daaraan kan winnen aan dat gesprek. Om dat te kunnen bereiken, moet je vooral eerst zorgen dat je de persoon waarmee dat je babbelt ten volle begrijpt. Ook dat is open communicatie. Dat is zo geïnteresseerd luisteren, omdat je echt eerst wil begrijpen wat de andere bedoelt, maar authentiek oprecht willen begrijpen wat de andere bedoelt. Omdat je ervan overtuigd bent dat dat ook een heel waardevolle mening is. Om dan uit te leggen hoe dat jij het ziet. Maar doordat je eerst die connectie gemaakt hebt en eerst de andere de kans gekregen hebt om zichzelf te kunnen zijn, hè, authentiek te kunnen zijn en open te kunnen communiceren, gaat die veel opener staan om dan jouw deel van het verhaal te horen. Waardoor die zesde eigenschap bijna organisch daaruit gaat voortvloeien. Synergie is het feit 1 plus 1 is 3. Doordat dat wederzijds vertrouwen er is, ga je ook veel grotere doelen kunnen bereiken. Dus dat is eigenlijk de mix. Aan je identiteit werken. Dus dat is de ontdekkingsreis rond hoogbegaafdheid. Wat betekent het? Wat betekent het in relatie tot anderen? Wie ben ik eigenlijk? De positieve aspecten van die hoogbegaafdheid leren ontdekken, daar wordt dat nu af en toe wel een keer voor sommige mensen toch tegen muren gebotst zijn en in conflict geraakt zijn als gevolg van die eigenschappen, die kenmerken. Dat is eigenlijk niet als gevolg van die kenmerken, maar als gevolg van hoe je met die kenmerken aan de slag bent gegaan. Door het feit van die hoogbegaafdheid een plaats te geven, authentiek zelf naar die hoogbegaafdheid te kunnen groeien tot op identiteitsniveau, kan je dan door de eigenschappen van COVID in de communicatie, kan je ook die connectie leggen en die open communicatie met andere mensen doen. Een pittige deze, maar zeker ook een waar je heel geleidelijk aan kunt beginnen bouwen. Hè. Veel van onze klanten leggen ook direct enorm hoog en willen direct dan alles kunnen bereiken. Doe dat in kleine stapjes.
Ga met één kenmerk van de hoogbegaafdheid aan de slag, dat is uw kritische houding. Kijk nu een keer gewoon naar de kritische houding en probeer dan die drie eigenschappen van COVID, die win-win, eerst begrijpen, dan begrepen worden en die synergie daarop toe te passen. En kijk hoe dat je die kritische houding op een positieve manier kan inzetten in relatie tot anderen en in de dialoog met anderen. En bouw zo geleidelijk aan op. Dus het is een ontdekkingsreis, het is elke dag iets nieuws. Dus ga vandaag even, zeker als je al wat kenmerken kent van hoogbegaafdheid, wees keer alert voor die kenmerken. En kijk hoe dat je die kenmerken positief kan aanvoelen bij jezelf en ook positief kan inzetten naar anderen. Ik zou zeggen, veel succes. Je mag altijd vragen sturen als je tegen dingen aanbotst. Er is ook een pagina, doelen.chromicoach.be, waar ik al deze doelen schoon samen ga zetten, zodat je nog kan terugkijken naar vorige doelen die we al gedeeld hebben. Je kan daar ook klikken voor als je eventueel een vraag wilt stellen of als je wilt, oftewel een individueel coaching, ofwel dat je geïnteresseerd bent om deze genre goals, oefeningen in groep te gaan mee aan de slag gaan. Want voor alle duidelijkheid, hier geven we korte tips, maar het zijn natuurlijk wel een paar pittige doelen tussen. Veel succes in ieder geval. Begin klein, bouw op en je gaat zien, het gaat sneller en sneller beginnen gaan erachter. Succes!